Hallo en welkom bij het YouTube-kanaal van Zappie. Zappie Benelux heeft vandaag even een filmpje gemaakt van alle mogelijkheden sinds we de nieuwe app en de nieuwe software in de Zappie hebben geprogrammeerd. Allereerst kun je zien dat in het informatiemenu de firmwareversie zichtbaar is. De 2.207 is op de stand van 14 juni de meest actuele versie. Om te weten welke versie er in jouw app zit, of beter gezegd in jouw hub zit, gaan we naar Other Settings en dan naar Advanced Settings. Daar moet je normaal een pincode van 4x0 ingeven. Bij mij is dat nu even uitgeschakeld. Maar als je dan naar Linked Devices gaat, krijg je bij Devices je hub zichtbaar. En als je daarop klikt, kun je zien bij hub versies welke softwareversie er in jouw hub aanwezig is. In de hub zit zelf softwareversie 11.87. Voor de Zappie zit daar 2207 in en voor de Eddy 2080. Dat zijn de meest actuele versies. En als je die gaat upgraden in je hub, zie je dat hier het cijfertje verandert. Maar dit wil dus niet zeggen dat het de versie is die in jouw Zappie zit, maar dit is de versie die in jouw hub zit. Als die in jouw hub hoger is dan die wat in jouw Zappie zit, dan moet je de Zappie eventjes soft resetten. Dat doe je als volgt. Je bent in het gewone scherm, je drukt pijltje omlaag, dan hou je de X-toets 3 seconden ingedrukt. Nu gaat Zappie herstarten. Als je niks doet, start hij gewoon op zoals normaal. Hou je de V-toets ingedrukt, dan zegt hij release button en kom je in het bootloader menu. En hier kun je nu naar download latest firmware gaan. Als je daarop oké drukt, gaat hij de nieuwste softwareversie downloaden. Als dit scherm zo blijft staan, betekent dat dat er geen verbinding is met de Zappie. Start hij opnieuw op, dan heeft Zappie ontdekt dat de versie in de hub dezelfde is als wat ook in de Zappie zelf aanwezig is en heeft het dus geen zin om een upgrade uit te voeren. Als je een software update hebt gedaan, en zeker als je van een oudere softwareversie naar deze 2207 bent gegaan, dan zou je het best de System Restore Settings en dan alleen de Erase Configuration kunnen doen. Waarom? De softwareversie is zodanig aangepast dat het best handig is om even alle instellingen terug naar fabrieksinstellingen te zetten. Als je dit doet op deze manier, dan gaat er geen data van je logboek verloren. Dus al je laadsessies blijven gewoon in het geheugen. Op deze manier wis je eigenlijk alleen maar alle configuratiesettings uit. Het is natuurlijk dan wel een heel werkje weer, want je moet daarna weer alles opnieuw pairen. Zoals bijvoorbeeld de Harvey moet opnieuw gepaird worden, maar ook de hub. Ik ga het nu even niet doen. En dat pairen en ook het instellen, dat vergt natuurlijk wel wat kennis, maar ook het is ook veel werk gewoon, laten we simpel zeggen zoals het is. Maar het is wel noodzakelijk nadat je van een versie 1. Weet ik veel, naar deze 2207 bent gegaan. Anders kun je allerlei hele rare dingen meemaken. En gaat Zappie misschien wel niet werken zoals je dat graag zou willen. Even bij de Linked Devices. Als hier een Harvey bij komt te staan, moet je opletten dat je, als je de Harvey tenminste gebruikt voor je grid CT-klemmen, dat je dan de CT-inputs altijd op off moet zetten, oftewel op non. Dus als je de Harvey gebruikt om je CT-klemmen aan te geven, dan moet je deze allebei op non zetten. Want dit zijn de interne CT-aansluitingen en die moeten dus uitgeschakeld staan op het moment dat je de Harvey gebruikt als grid-aansluiting. En dan ga je hier bij je Link Devices in de Harvey de CT 1, 2 en 3 toewijzen aan grid. Heb je je zonnepanelen op CT2, prima, dan zet je hier generation only. Heb je op CT1 een vast bekabelde grid sensor, dan zet je deze op grid. Bij de advanced settings zie je bij de supply grid trouwens ook dat je nu de grid limit standaard op 120 ampère hebt staan. Die kun je natuurlijk hier lager maken, maar tegenwoordig alleen nog maar met stapjes van 5 ampère. Dat is voldoende, want we hebben ofwel 35 ampère monofase, ofwel 40 ampère monofase, of bij driefase woningen vaak 25 ampère. En dat is dan de grid limit die je moet instellen. Uiteraard mag de grid limit nooit lager zijn dan de device limit.
Want dan gaat het apparaat hoger laden dan je hoofdzekering aan kan. Als je 25 ampère als hoofdzekering hebt, oftewel 3 keer 25 ampère, dan moet je overeenkomstig ook hier een lager getal zetten dan minstens die 25 ampère. Hou hierbij dus rekening met de zekering waar jouw Zappie zelf mee is afgezekerd. Dus de device limit is de zekering van je Zappie, de grid limit is de hoofdzekering. Sommige mensen hebben dan een 20 ampère hoofdzekering op de Zappie en een 25 ampère hoofdzekering. Dan zou je hier best 19,8 kunnen invoeren. Heb je een 25 ampère op je Zappie, dan zou je hier bij wijze van spreken tot de limiet kunnen gaan van 24,6. Maar wil je op zeker spelen, laat je hem op 24 ampère staan. Dat zou een hele goede combinatie zijn in het geval je een driefase aansluiting hebt. Wij gaan weer terug naar de hoogst mogelijke instelling en dat is 31,8. Want in deze situatie hebben we een 40 ampère hoofdzekering. Veel mensen vragen wat is de eSense input. Die wordt hier in Nederland en België niet gebruikt. In Engeland hebben ze hier aan deze kant een speciale ingang waarmee het elektriciteitsbedrijf eigenlijk de piek- en de daluren kan doorgeven. Dus dit wordt hier in Nederland niet gebruikt. De compatibility mode is om een paar instellingen aan te passen als je auto dat nodig zou achten. Laat het gewoon staan zoals het staat en als je auto goed gaat laden moet je hier niks aan wijzigen. Dit is eigenlijk vooral bedoeld voor wat oudere wagens zoals de eerste ZE modellen van Renault of bijvoorbeeld een Fiat 500. Die zou met een bepaalde aanpassing ook in deze nieuwste softwareversie gebruikt kunnen worden met de Zappie. Tot nu toe hebben we daar nog geen bevestiging van. Wat kunnen we nog meer zeggen over de nieuwe softwareversie? Je kunt nu bij de tijdfunctie ook de cloud tijd ingeven. Als je dat doet, komt daar de Engelse tijd op te staan. Je ziet 19:45 in dit geval. En helaas, bij deze softwareversie is er nog een kleine bug. Dat wil zeggen, je kunt normaal gesproken door hier de zone op Europa te zetten, die 19:45 20:45 maken. Maar op de een of andere manier werkt dat nu nog niet. Kan zijn bij een volgende softwareversie dat dit probleem opgelost is. Voorlopig laten we dus de cloud tijd beter uitgeschakeld. Zo. En gaan we de tijd dus maar handmatig. Nou ja, dat is ook nog een foutje. Als je er hier uitgaat, dan pas kun je de tijd opnieuw instellen. Anders blijft hij eigenlijk zeggen, ik wil de tijd naar 19:46 maken. Kijk, en nou doet hij het wel. En nu is de tijd weer 20:46. Dus dat is een klein foutje dat in deze softwareversie nog moet verbeterd worden. Oké, ik ga er even bij stoppen. Ik hoop dat jullie hiermee genoeg informatie hebben. En als er nog vragen zijn, laat het mij gerust weten in de comments hieronder.